De Stichting Topklinische Opleiding Ziekenhuizen verlengt de topklinische status van het MCL. Hiermee wordt het medisch centrum erkend als gespecialiseerd ziekenhuis in onder meer complexe ingrepen, zorginnovatie en het opleiden van artsen en verpleegkundigen. Ja, we hebben natuurlijk de topklinische status gaat over drie zaken, namelijk topklinische patiëntenzorg. Dus dat we hier in het noorden en vooral in Friesland een aantal zaken overeind houden met elkaar. Kijk bijvoorbeeld naar ons Centrum voor Obesitas of naar ons Intensive Care of naar ons Centrum voor Ernstig Astma. Die proberen we echt met elkaar hier in de lucht te houden om ook de patiënten hier in het noorden en vooral in, nogmaals in Friesland goed te kunnen bedienen. Het gaat over opleiden. We hebben een MCL-academie gestart waarin we al het opleiden in het ziekenhuis hebben ondergebracht. We vooral hebben geïnnoveerd en geprofessionaliseerd. En het gaat over onderzoek. Hè. Om eens een voorbeeld te geven wat de meeste mensen niet weten. Per jaar doen we hier ongeveer mee aan 160 wetenschappelijke studies. Dat is voor een ziekenhuis als het onze hier in Friesland echt heel veel. Daar zijn we ook ontzettend trots op, want dat levert heel veel output op en dat trekt ook weer mensen aan. In 2003 wist het MCL al de topklinische status te bemachtigen. Een speciale commissie moet echter beslissen of die status verlengd wordt. Het is een commissie, een speciale commissie om zoiets te erkennen. Ja. En ik had begrepen dat zij heel positief waren. Wat waren nou de positieve punten? Nou, het aardige was, ze waren heel erg onder de indruk van de cultuur hier in het ziekenhuis. Ik weet niet of dat de Friese cultuur is, maar ze vonden dat er erg veel ambitie was in het ziekenhuis, maar dat die ook werd waargemaakt. Ze zijn op heel veel afdelingen geweest kijken en overal waar ze kwamen vonden ze mensen die inderdaad gedreven waren, die positief in het werk stonden. En wat ze hier vooral hebben aangetroffen is dat ambitie die we met elkaar verwoord hebben, dat ze in de praktijk terug zagen. Nou, daar waren ze heel erg van onder indruk dat wat we vertelden, dat dat ook in de praktijk echt waarneembaar was. De status is niet enkel een beloning voor het werk dat geleverd is. Ook is de erkenning bevorderlijk voor de toekomst van het medisch centrum. Nou, dat is toch wel heel erg belangrijk. We merken dat het steeds belangrijker wordt om bepaalde functies hier in het noorden overeind te houden. Dat doen we ook trouwens samen met andere ziekenhuizen moeite voor om dat hier in orde te houden, ook met andere drie Friese ziekenhuizen. We merken dat we daarbij ook experts nodig hebben en experts bijvoorbeeld op het gebied van de verpleegkunde of op de medisch specialistengebied. Die worden ook aangetrokken door een ziekenhuis wat ook doet aan onderzoek en waar ook goed wordt opgeleid. Dat geeft net dat beetje extra en we merken dat we dat nodig hebben om hier in ieder geval die functies overeind te houden. De topklinische status is verlengd met 5 jaar. Daarna zal er opnieuw beoordeeld worden of het ziekenhuis de status waard is.